Wat hier gebeurt, wij doen kinderkleding ruilen. Eén keer in de maand kunnen mensen hier oude kleding brengen en andere kleding weer mee terugnemen. Ja, heel simpel. Gewoon ruilen van kleding, kinderkleding wel te staan. En hoe is dat tot stand gekomen? Oh, dat Abby is daar, Abby, die andere mevrouw die daar staat, die is daarmee begonnen. Die heeft dat in eigen huis deed ze dat. En dat is, ja, op een gegeven moment kon dat niet meer. En toen mochten we hier een ruimte van het Bobs, wijkondersteuningsteam, mochten we huren. En nu zitten we hier al een heel tijdje. En voor wie is dat bestemd? Iedereen. Ongeacht. Maakt niet uit. Ja, heel makkelijk. Iedereen mag komen. Heb je kleding, kom brengen. Neem andere kleding mee terug. Iedereen blij. En zit daar een limiet aan? Een tas brengen is een tas inleveren. Of een tas inleveren is een tas meenemen. Zo moet ik zeggen. Dus neem je een tas mee, mag je een tas mee terugnemen. En wil je, neem je minder mee als je brengt, mag je weer je kleding meenemen. Of je kan zeggen, ik doneer het en het blijft gewoon hier. We zijn zo simpel. En door wie wordt het allemaal gerund? Door vrijwilligers. Abby, ik, Beb, die zie ik ook even niet, de vaste. En we hebben nu, omdat er een aantal vrijwilligers, vaste vrijwilligers ziek waren, of niet konden, hebben we nu allemaal lieve mama's gevonden die ons komen helpen. Dat is heel fijn, ja. En helpen ook wel eens vaders mee? Ik zie weinig vaders, heel weinig vaders. Het zijn de meeste moeders die komen. Heel enkel keertje, maar nee. Mama's hebben er meer kijk op, denk ik. Ja, nee, jammer. Vaders zijn ook met harte welkom, maar nee, zijn er niet. Weinig. Is er ook een bepaald criterium voor kleding? Moet het wel gewoon schoon zijn of wassen jullie het? Nee, we wassen niet, we strijken niet. Dus schone, hele kleding. Schoon netjes, heel. Maar verder, en er is ook wel soms kleding waarvan wij denken van nou, niet meer voor in deze kasten. En dan doen we ook nog wel eens wat naar Roemenië brengen. Maar dat is niet, daar zijn we niet voor, maar het kan wel eens gebeuren. Maar verder gewoon, als schoon is, heel is, prima. En tot welke leeftijd voor is de kleding bedoeld? Tot tienerleeftijd, van een babytje tot tienerleeftijd. Kan je bij ons terecht. En heeft u nog meer vrijwilligers nodig? Ja, altijd. We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Heel fijn. Elke eerste zaterdag van de maand, van 12 tot 2:30. Heel graag vrijwilligers. Heel fijn. Waar kunnen mensen dat vinden? Op Facebookpagina Kinderkledingruil Schiedam.